Hey, mijn naam is Kim Puls en welkom bij mijn allereerste Sims-video. Deze video staat in het teken van een challenge die ook op het Nederlandstalige Sims Forum Town of Plumbops is. En de challenge heet 52 Weeks of Simmaking. Elke week maak je dus een sim met een ander thema. En het thema van week 39 is het maken van je anti-sim-selfie. En mocht je ook mee willen doen, ik zal de link van Town of Plumbops wel even in de beschrijving zetten. Ik heb deze challenge niet heel extreem uitgevoerd. Ik wilde dingen zoals mijn haarkleur en mijn huidskleur, die wilde ik gewoon hetzelfde houden. En ook is mijn sim selfie nog steeds een meisje, of in dit geval dan mijn anti-sim selfie. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik weet dat in de toekomst komt er ook nog een challenge opdracht voor 52 Weeks of Simmaking, waarbij je jezelf moet maken in het andere geslacht. Dus meteen voor iedereen op top, een spoiler. In het begin dacht ik, oh dit doe ik wel even. Ik kies gewoon wat kapsels uit, ik kies wat kleding uit die ik zelf niet zo snel zou aantrekken. En ook dus mijn sim selfie niet zo snel zou laten aantrekken. Maar ik wilde toch wel dat mijn anti-sim selfie ook een persoonlijkheid had. En niet allerlei verschillende soorten kledingstijlen door elkaar. En toen heb ik bedacht om de karaktereigenschappen die ik nu heb en die ik mijn sim selfie nu heb gegeven, mijn anti-sim selfie juist het tegenovergestelde te geven. Dus mijn sim selfie is lui, op familie gericht en klunzig. En deze heb ik dus omgewisseld voor actief hekel aan kinderen en bro. En op basis daarvan heb ik dus mijn sim selfie aangekleed en kapsels gegeven en dat soort dingen. Wil je mijn sim selfie of mijn anti-sim selfie downloaden? Allebei staan ze op de galerij onder hashtag KimPuls. En verder wens ik je heel veel plezier met de video. Laat weten wat je ervan vindt. En tot de volgende keer.